Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe het kan dat het soms kan zijn dat je aangepaste YouTube thumbnail die je hebt geüpload niet direct te zien is in zowel je dashboard van YouTube als zijnde in de resultaten van YouTube. Nou, ik ga jullie eerst laten zien waar je een aangepaste thumbnail kunt uploaden. Je gaat naar de rechterbovenhoek. Je gaat naar Creator Studio. Dan ga je vervolgens naar videobeheer. En daar zie je eigenlijk alle video's die je hebt geüpload. Nou, stel dat je dus een aangepaste thumbnail wilt wijzigen, CQ wilt aanpassen. We gaan bijvoorbeeld hierheen. Pardon, dan moeten we wel naar informatie en instellingen. En dan zie je eigenlijk dat er hier drie thumbnails zijn. Nou, die worden zelf door YouTube gegenereerd. En hier kun je dus je aangepaste YouTube wijzigen. Nou, stel dat we die even willen wijzigen. Dan pak ik even een willekeurige andere. Een thumbnail zonder tekst. Die gaan we uploaden. We gaan de wijziging opslaan. Hou er rekening mee dat het sowieso altijd een paar minuten kan duren voordat Google YouTube het heeft geïndexeerd. Nou, nu gaan we eerst kijken of daadwerkelijk de nieuwe thumbnail te zien is in YouTube. Nou, nog even copy-paste. En dan gaan we even zoeken. Nou, helaas, in dit geval is hij wel gelijk geüpload. Kijk maar, want het is nu een plaatje zonder tekst. Ondanks hij hier dus nog niet staat, is hij wel al in de resultaten van YouTube te zien. Nou, dan is er ook nog een andere plek waar je je aangepaste YouTube kunt uploaden. Dat is eigenlijk tijdens het proces van je video uploaden. Dus stel dat we naar uploaden gaan. Je gaat je video uploaden. Dan moet ik even een videootje zoeken. En dan zie je dat hier, zo direct, daar komt die aangepaste miniatuur. En hier zou je dus ook je thumbnail kunnen uploaden. Nou, dat doen we dan even. Uploaden. Dat duurt wat langer, daar gaan we niet op wachten. Maar er zijn dus twee plaatsen waar je eigenlijk je aangepaste thumbnail kunt uploaden. Dat is dus, als je naar Creator Studio gaat, je gaat naar videobeheer, je gaat naar de betreffende video, je gaat naar bewerken, informatieinstellingen, en dan zie je dat je hier dus je aangepaste thumbnail kunt wijzigen. Er zijn een aantal redenen waarom je aangepaste thumbnail niet direct in YouTube verschijnt. Enerzijds kan het zijn gewoon met een enkele minuut tijdsvertraging. Maar het kan ook zijn dat je je browser, je cache, even moet legen. Nou, in dit geval gebruik ik een Chrome browser. Je gaat naar de rechterbovenkant waar er drie streepjes staan. Daar klik je op. Dan ga je vervolgens naar geschiedenis. En dan zie je dus alles wat je hebt bezocht. Dan ga je naar browser wissen. En dan is het belangrijk dat de gecachte afbeeldingen bestanden, dat die aangevinkt zijn. En die ga je dan wissen. Nou, dat is een manier. Maar het is wel zo dat op het moment dat je hem geüpload hebt en je gaat bijvoorbeeld je cache niet legen, dat betekent dat eigenlijk dat jij alleen je aangepaste thumbnail nog niet ziet. Dus alle andere bezoekers op YouTube zouden theoretisch wel jouw thumbnail moeten kunnen zien. Nou, dat kun je eenvoudig ook testen door bijvoorbeeld even een andere browser te kijken. Maar het kan soms ook echt zijn, dat hebben we ook echt in testen gezien, ondanks je cache wijzigt, ondanks dat je nog een keer je thumbnail uploadt, dan kan het gewoon soms enkele uren tot soms wel 4 tot 8 tot 12 uur duren voordat je thumbnail verschijnt. Dus dat is eigenlijk meer denk ik een foutje van YouTube of een vertraging of omdat ze druk hebben. Bedankt voor het kijken en mocht je nog meer YouTube thumbnail vragen hebben of andere YouTube vragen, laat een comment achter of abonneer je op dit kanaal en ik hoop jou bij de volgende video te zien. Bedankt.